Supermarkten zijn grote verleiders. Iedereen neemt er altijd meer mee vandaan dan in zijn bedoeling lag. Maar als, speculerend op de hebzucht, alle remmen 10 minuten los mogen en het huishoudgeld geen rol meer speelt, dan gebeuren er merkwaardige dingen. Vader en moeder blijken beide zeer prijsbewust te zijn. En ook de kinderen nemen het er goed van. Met het verstrijken van de minuten tekent zich de voorkeur duidelijker af. Koffie ligt goed in de markt. Ook de vindingrijkheid neemt met sprongen toe. Terwijl de familie wacht op het totaalresultaat van de twee kassa's, wordt er over de bestemming van een deel van de buit al druk gediscussieerd. Nee, ik geef die aan oma. Deze voor oma verloopt. Nee, die is voor oma. 4.541 gulden en 60 cent. En op zijn minst de noodzaak om toch een paar extra provisiekasten te kopen.